Goedemorgen allemaal, welkom bij dit nieuwe college van Offshore Windfarm Design. Afgelopen twee colleges zijn jullie helemaal afgebeund, had ik de indruk, over het doorrekenen van de inwendige belasting en bepalen van de nieuwe geometrie van je windturbine, je monopaal en je jacket. En vandaag gaan we het wat breder trekken, we gaan vandaag kijken naar het park. Want waar zijn we aangekomen? We zijn aangekomen bij les 7, parkdesign. Goed, waar gaan we het over hebben vandaag? Ten eerste gaan we het hebben over wat er nou het effect is van de positionering van verschillende turbines achter elkaar of naast elkaar. Met het aspect tot het verliezen energiegeneratie van die turbine. Daarna gaan we het ook hebben naar de configuratie van zo'n windmolenpark die jij kan gaan ontwerpen. Wat zijn daar dan slimme keuzes in? En daarna gaan we kijken naar de elektrische infrastructuur van zo'n park die moet worden aangelegd. Natuurlijk zijn jullie geen elektrische ingenieurs. Dus daarom heb ik een praktisch rekenvoorbeeld gepakt met veel uitleg. Zodat jullie dat ook kunnen volgen. En het is natuurlijk met als doel niet dat jullie zo'n installatie kunnen ontwerpen. Maar wel bijvoorbeeld als jullie later op een schip gaan werken. En jullie moeten bijvoorbeeld zo'n onderdeel gaan installeren. Dat jullie in ieder geval weten waarom er in hemelsnaam een kabel ligt met 3 aders in plaats van 1 aders. En wat daar dan precies het voordeel en het nadeel van is. Met betrekking tot een bepaalde afstand van de kust. Dus we willen nu alleen maar even kijken dat we mee kunnen praten. Zo te zeggen. Goed, het park. Jullie zijn al redelijk diep in de theorie natuurlijk. Waarschijnlijk is dit geen nieuw plaatje voor jullie. Waaruit bestaat zo'n park dan precies? Nou, dat is verschillende onderdelen. We beginnen natuurlijk met de verbinding aan het land, de landconnectie. Daar wordt de stroom naartoe geleverd. En aan de andere kant beginnen we natuurlijk bij die turbines. Bij die turbines wordt heel vaak ook een meetmast geplaatst. En MET staat hier voor meteorologie. En die METmast die wordt natuurlijk al veel verder voordat het park bestaat geplaatst om maar gewoon data te verzamelen. Zodat je een meer accurate schatting kan maken van de energieopbrengst en de belasting op je turbines. Goed, die energie die wordt gegenereerd door die windturbine. Daar hebben jullie allemaal naar gekeken. En vervolgens wordt door middel van een kabelsysteem, heb je hier het medium voltage. Dat is een bepaald niveau van het voltage, 33 kilovolt. Wordt dat die spanning, die elektriciteit, wordt naar een transmissiestation gepompt. En dat is eigenlijk een grote transformator. En wat doet die transformator? Nou, die pompt het voltage naar een veel hoger niveau. Die maakt er een high voltage van. Dus daarom heet het ook de high voltage cable. En wat is namelijk aan de hand? Als jij power of energie transporteert over een hoger voltage, dan heb jij een lagere current en dat betekent dat jij een lagere weerstand in je leiding hebt. Je hebt minder verliezen in je leiding, want de weerstand is natuurlijk gelijk. Maar omdat de current lager is, heb je minder verliezen. En dan heb je natuurlijk aan het eind van de kabel, als je aankomt bij bij de landverbinding, heb je gewoon meer power over. Hier gaan we het vandaag over hebben. Goed, en we beginnen bij de plaatsing van turbines. Want wat is er aan de hand? We hebben natuurlijk al eens kort besproken. Als jij meerdere turbines achter elkaar plaatst in dezelfde windrichting, dan heb je te maken met verliezen. Want het waait nu eenmaal minder hard achter de turbine. Hier zie je ook een mooi plaatje. Dit is natuurlijk Horns Rev. Dat is geloof ik de derde keer dat dit plaatje voorbij komt. Maar als wij nu eens naar een CFD-analyse gaan kijken, dan zien wij hier het volgende. Van de linkerkant komt de wind aan en we hebben hier 3 turbines die achter elkaar zijn gepositioneerd. En dan is het natuurlijk zo dat rood is een hoge windsnelheid en blauw is een lagere windsnelheid. En wat zien wij nu als wij van links naar rechts gaan bewegen? Dan zien wij dat er ten eerste veel meer turbulentie ontstaat, want je ziet dus hier dat je die lijnen die dus verschillende type windsnelheden afscheiden, die zijn redelijk horizontaal. En vervolgens, naarmate we dus achter iedere turbine komen, zien wij dat die turbulentie gaat toenemen en ook de windsnelheid neemt af. En dat is natuurlijk ook gevolgen voor de hoeveelheid energie die je kan genereren in je park.
En daarom wil je je park positioneren, zodat je dus hier het minste problemen mee hebt. Nou, daar zijn verschillende trucjes voor. Eén trucje is bijvoorbeeld je park anders positioneren ten opzichte van de meest voorkomende windrichting. Maar een nieuw trucje wat tegenwoordig veel meer wordt gebruikt is bijvoorbeeld ook dat je de turbines aan het begin van je park net iets minder efficiënt die energie laat opnemen. Dus je gaat die bladen net ietsje pitchen dat die minder efficiënt opereert. Maar daardoor is de windsnelheid achter de turbine wel hoger, want je zorgt voor minder turbulentie. En daardoor kunnen dus de turbines achter die eerste rij of die eerdere rij kunnen meer energie opwekken. En de som van de opgenomen energie is dan hoger. Dus we zijn tegenwoordig ook al op grote schaal aan het kijken naar big data om zo de energieoutput van zo'n farm te kunnen verhogen. En dat is natuurlijk een erg interessant vraagstuk. Want je kan nu gewoon met dezelfde middelen meer energie genereren als dat je had gedacht. Enorm interessant. Goed. Hoe werkt dat dan precies? Hier hebben wij het Jensen's Far Wake Model. En dat is een simpele beschrijving van wat er met de windsnelheid gebeurt als je achter een turbine komt. Laten we er even doorheen lopen. We hebben dus voor de turbine hebben wij natuurlijk een constante windsnelheid, nemen wij aan. En vervolgens wordt die wind geblokkeerd door die rotor. Die rotor die namen aan dat het een actuatordisk is en dat komt er redelijk goed overeen met de theorie. En wat zien we? Die windsnelheid die neemt af en we hebben die streamtube, die wordt steeds groter. Nou, en als we nou verder achter die turbine komen, dan gaat dus die streamtube, die gaat weer afnemen van diameter. En die gaat mixen met die normale windsnelheid alsof het windmolenpark er niet was. Dus dit is bijvoorbeeld naast de windturbine. Nou, oké. Je krijgt dus mixing en daardoor gaat de windsnelheid zich weer herstellen. En op een bepaalde afstand vanaf die turbine is dus die windsnelheid weer volledig hersteld. Nou, hoe je dat kan berekenen, dat doen we dus met de Jensen's Far Wake Model. Je hebt dan model 1 en model 2. Mochten jullie hier meer van willen weten, verzoek ik jullie dit op te gaan zoeken in de literatuur. Ik geloof dat er ook wat op Netschool staat hierover. Maar voor nu, voor ons ontwerp, zijn we eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in wat nou grofweg de beste positionering is. Zodat je je optimale energieoutput hebt. En dat beschrijven wij als 6D. Wat betekent dat dan? De optimale energieoutput, of dus de beste flow recovery ten opzichte van de turbine zo dicht mogelijk tegen elkaar aanplaatsen. Want natuurlijk hoe verder je de turbines van elkaar afzet, hoe minder turbines je in hun park kan stoppen en ook hoe meer kosten je hebt voor je kabels en dergelijke. Het optimum daarin vinden wij op 6D en 6D is 6 keer de diameter van een turbine. Dus als jij een turbine hebt met een diameter van 100 meter bijvoorbeeld, dan is het verstandig om de turbine daarachter 100 meter daarachter of 600 meter daarachter te gaan plaatsen. Nou, dan kan je wel een beetje variëren tussen 5 en 7 en dergelijke, maar het optimum vinden wij meestal voor 6. Goed, en we hebben die 6D hebben wij dus bepaald. En hoe kunnen we daar dan mee gaan rekenen voor onze energieopbrengst? We kunnen natuurlijk iedere turbine opnieuw gaan berekenen. Dat is een hoop tijd. Daar hebben wij als druk bezette ingenieurs hebben wij daar geen tijd voor. Dus wat gaan wij als volgt aannemen? We zeggen dat er een gemiddeld windsnelheidsverlies is tussen de alfa is 10% tot 20% als turbines recht achter elkaar gepositioneerd zijn. Vervolgens resulteert dat in een power loss van ongeveer 5% tot 10%. Dus hoe kan je dan de windsnelheid en de power van een bepaalde turbine berekenen? Nou, dat doe je dus natuurlijk met de windsnelheid op rho x is gelijk aan de windsnelheid voor het park maal 1 minus alfa tot de macht de rij die je gebruikt. En zo zie je dat je dus naarmate je verder achter in het park gaat, je steeds lagere windsnelheden krijgt. En zo heb je dan natuurlijk ook voor je powerproductie. Hier nemen wij natuurlijk nog niet aan dat de turbines vooraan het park anders kunnen worden ingesteld om minder efficiënt te werken, zodat de rest van het park wel efficiënter is. Nee, dit is alleen maar om een ingenieurs idee te krijgen van de power output van zo'n park. Dus wat je nu hebt gedaan, jullie hebben nu in de eerdere colleges de power output van jullie ene windmolen berekend in dat park.
En nu kun je door middel van het gebruiken van deze theorie, kan je dus kijken van, nou oké, wat zou dan de power output zijn van die turbine daarachter en die daarachter? En dit kan je natuurlijk voor iedere turbine in je park uitvoeren. En dan kan je je geschatte power output van je hele park gaan berekenen. Goed, maar wat is er nog meer aan de hand? Die wind die komt niet altijd uit dezelfde richting. Dus het is ook wel eens verstandig om de rangschikking van je turbines te gaan bepalen. En dat doen wij met behulp van een windroos. Hier zie je zo'n windroos voor een bepaalde locatie in een windmolenpark. We zien dat wij aannemen dat hier de windsnelheid, de gemiddelde windsnelheid vandaan komt. En dat zien wij ook in die windroos terugkomen. Want we zien dat grofweg vanaf deze kant komt de meeste wind. En komt ook de snelste wind voor, geloof ik. Even kijken, rood en geel. Dat zie je hier ook. En natuurlijk kan het ook voorkomen dat die wind vanuit een andere richting komt. Maar dit plaatje geeft wel heel goed weer wat nou een goede rangschikking zou kunnen zijn van je park. En dat is natuurlijk een rangschikking in deze richting. Want we zien dat de wind meestal van deze richting komt. Dus het is dan logisch om in deze richting zo min mogelijk windturbines achter elkaar te plaatsen. En nou heb ik hier gebruik gemaakt van een rangschikking van een vierkant rooster. Maar je kan natuurlijk allemaal verschillende smaakjes hier gaan toepassen om je power output te optimaliseren. Het enige wat hier belangrijk is, is dat je dus erin ziet van, nou, oké, we hebben een bepaalde algemene windrichting en daarvan kunnen wij dus onze configuratie van ons park aanpassen. We zien hier dat een heel groot deel van de wind dus vanaf het noordwesten komt. Dus ik kies er hiervoor om van twee rijen gebruik te maken en alle andere windmolens die doe ik over de andere richting verdelen. Er is ook nog een andere mogelijkheid. En dit is bijvoorbeeld van een andere locatie. En hier zie je dat de wind een stuk meer gespreid is. En dat kan je natuurlijk ook weer opnemen in de configuratie van je park. Je kan bijvoorbeeld voor één lange boog kiezen. Daar heb je ook een aantal parken van, eentje in Nederland. Maar je kan natuurlijk ook spelen met hoe je dat dan gaat positioneren. En hier is er bijvoorbeeld voor gekozen om ze in deze richting twee achter elkaar te zetten. Nou, dit is... Ja, het is wel met allemaal hele ingewikkelde wiskunde uit te rekenen. Maar voor nu is het voornamelijk alleen maar even nodig dat als jullie je park gaan ontwerpen, dat jullie je gevoel gebruiken en eens gaan opzoeken van wat zou nou de gemiddelde windrichting zijn in zo'n park en daarop jullie park vorm gaan geven. Nou, oké. Maar er zijn nog andere dingen van belang die je moet mee gaan nemen in je park. En dit zijn natuurlijk bijvoorbeeld lokale veranderingen van de diepte en lokale veranderingen van de bodemsoort. Want als jij dus in één keer in je park het tegenkomt van dat er ineens een gigantische verdieping is, dus je hebt een sinkhole is er geweest, dan is het natuurlijk niet verstandig om daar nog nieuwe constructies neer te gaan zetten. Want die constructies die zijn gewoon veel duurder. En is het soms wel eens handig om voor een iets minder optimale configuratie te kiezen. Nou, dat is ook iets waar je over na kan denken. Misschien niet binnen deze opdracht, maar wees er in ieder geval wel van bewust dat de configuratie van een park niet alleen maar wordt bepaald door de gemiddelde windrichting, maar ook dus door andere parameters. Goed, en wat is er nou nog meer aan de hand? Je moet die turbines natuurlijk ook aan elkaar vastknopen. En dat doen we met een kabeltje. Zoals hier is aangegeven. Dit is een gemiddelde medium voltage AC kabel. Die turbines die hebben meestal een voltage output van 33 kilovolt en dit noemen wij als medium voltage. Daarnaast willen wij een kabel gaan uitkiezen en daarbij hebben wij een maximale ampère of een maximale current output tussen de 1 en 2 kiloampère. En hier kiezen wij voor omdat dat het thermische limiet is. Dus als wij hierboven gaan, dan wordt gewoon die kabel te warm en dan gaat de levensduur omlaag. Goed, en hier zie je een kleine schatting van wat dan de diameter kan zijn van zo'n kabel. En dat is 250 mm. Dat is verschrikkelijk veel. Daarnaast hebben we hier ook nog een plaatje, want jullie moeten voor de opdracht moeten jullie gaan berekenen wat voor kabel je dan precies nodig hebt voor jullie park. En dan kan je deze informatie gaan gebruiken om dat te selecteren. Je hebt hier dus een klein adertje. En daar worden alle meetdata van die turbines wordt daar uitgehaald.
Bijvoorbeeld, er wordt in die data wordt verteld wat de windsnelheid is voor turbine X. En die data kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een windturbine aan het begin van het park ten opzichte van de windrichting wat minder efficiënt te laten werken, zodat het overal de maximale opbrengst van het park wordt vergroot. Dus dan kan je de turbines ten opzichte van elkaar gaan configureren. Maar wat er dus ook aan de hand is, die turbine die zit helemaal vol met sensoren. Want het is namelijk bijna niet mogelijk om van de buitenkant van dat ding te zien of die kapot gaat. Dus er zitten allemaal sensoren in die turbine om te kijken van hoe gaat het met dit specifieke onderdeel. Die data wordt naar het land gestuurd en vervolgens kan je dus door die sensoren al zien van gaat dit onderdeel stuk. En dan kan je bijvoorbeeld ook zien van, oh, turbine 2, 5 en 19 die hebben een tandwielkast die waarschijnlijk binnenkort kapot gaat. Laten we ze nu alvast alle drie in één keer gaan vervangen. Want dan hoeven we maar één keer naar dat park toe te varen. En het is veel goedkoper. In plaats van dat je dus wacht totdat die kapot gaat. En dan hals over de kop drie keer er naartoe moet gaan varen. Omdat het je anders te veel geld gaat kosten. Dus het heeft allemaal te maken met big data. En wat dus een heel erg mooi voorbeeld is van hoe kom je er dan achter dat zoiets kapot gaat. Nou, waar bijvoorbeeld veel gebruik van wordt gemaakt is die tandwielkasten. Die zitten gevuld met olie. En wat er nu gebeurt is, naarmate natuurlijk zo'n ding verouderd, krijg je meer slijtage van de onderdelen. En dan komen er dus meer metaaldeeltjes in die olie. Dus wat gebeurt er? De elektrische weerstand van die olie die gaat omlaag. En wat je dan kan doen met een sensor bijvoorbeeld, je kan de elektrische weerstand van die olie kan je gaan meten. En dan kan je dat gaan plotten en je kan vervolgens daarmee gaan aangeven of een schatting maken van wanneer gaat mijn tandwielkast dan kapot. En dit is predictive maintenance, noemen ze dat. Gaat les 10 over. Maar zo zit dus die hele constructie helemaal vol met allemaal verschillende slimme snufjes. Goed, daarnaast is er ook nog iets anders wat belangrijk is bij zo'n park. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren om die turbines aan elkaar te verbinden. Je kan al die turbines zo positioneren dat jij ten eerste zo min mogelijk kabel gebruikt. Want het neerleggen van kabels, dat is natuurlijk verschrikkelijk duur. Maar aan de andere kant, als er kabelbreuk optreedt, want als er een of andere leuke Harry is die met zijn schip en zijn anker door een park heen gaat varen, dan heb je dus kabelbreuk. En dan kan het dus zijn dat ineens 6 of 8 van je turbines offline zijn. Dus er is ook weer een optimum waar je naar wil gaan zoeken. Wat is bijvoorbeeld een voorbeeldje? Laten we hier eens naar gaan kijken. Er zijn hier 3 verschillende kabelconfiguraties van 3 verschillende parken. En als er bij zo'n park dan natuurlijk een breuk optreedt, dan heeft dat gevolgen voor de hoeveelheid turbines die offline gaan. Dus dat is ook iets waar je naar kan gaan kijken. En dat is wederom weer een optimalisatieprobleem. Dus waarvoor zijn de minste kosten? Ten eerste heb je de kosten van het leggen daarvan. En daarna heb je de kosten van die je kan inschatten. Hoeveel zou het kosten als er op een bepaalde locatie kabelbreuk optreedt. Dus dat is ook iets waar jij rekening mee kan gaan houden. En hier zie je dus dat het voor ieder park een ander gevolg heeft voor een kabelbreuk. Gebeurt dat vaak? Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Maar als het gebeurt, dan zijn de kosten immens. Want dan moet je dus een heel stuk kabel opnieuw gaan aanleggen. En dan heb je dus een hele lange tijd dat die turbines offline zijn. Want die schepen die kabels gaan leggen, die zijn natuurlijk niet overal heel erg makkelijk te huren. Nee, die moet je echt inplannen in een rooster. En dan moet je maar geluk hebben dat er ergens een gaatje is in de buurt. En ook nog dat het schip in de buurt is. Want die schepen zijn natuurlijk ook over de hele wereld te vinden. Goed. Zover voor de configuratie van het park en je bekabeling. Laten we nu eens gaan kijken, een voorbeeldsommetje voor het bepalen van je verliezen van een bepaald windmolenpark. Er zijn verschillende configuraties mogelijk. Ten eerste kunnen wij gebruik maken van een AC-AC converter. Dus die zet de wisselstroom die uit de turbines komt, zet het om in een wisselstroom waarop het naar het land wordt vervoerd. En vervolgens wordt die op het wisselstroomnetwerk van het land aangesloten. Dat is een mogelijkheid. En een voorbeeld van zo'n transformatorstation is bijvoorbeeld deze. Die heb ik opgezocht. Lillegrund.
En het is, die ligt op 7 kilometer van de kust. En wat deze doet, is die zet het medium voltage van 33 kilovolt AC... zet die om naar 130 kilovolt AC. Want wat wil je? Als je natuurlijk het voltage omhoog rampt, dan gaat de current in zo'n leiding gaat omlaag. En de current is de bepalende factor voor de verliezen in je leidingen. Dus je wil eigenlijk een zo hoog mogelijk voltage hebben om je energie te transporteren. Goed, dat transformatorstation, waar is die dan precies op berekend? 120 megavolt ampère reactive. En dat is natuurlijk een beschrijving van de power. Maar omdat het hier te maken gaat om wisselspanning, kan je hier dus niet echt spreken van 120 megawatt. Daarom heb ik hem dus tussen aanhalingstekens gezet. Dus let erop, toen ik dit college liet nakijken door een van mijn studiegenoten elektrotechniek en windenergie, toen zei hij ook tegen mij van, Johan, dit kan echt niet. Dus ik zeg het er nog even extra bij. 120 megavolt ampère reactief, dat komt soort van overeen met 120 megawatt. Maar zeg dat nooit tegen een electrical engineer. Ja? Maar wij zijn nu werktuigbouwers en maritiem technologen, dus wij zeggen het wel gewoon eventjes tegen elkaar. En hieronder zie jij dan een elektrisch schema dat voor dit park is gebruikt. Daar kan je dus, als je het interessant vindt, ook eens wat dieper naar gaan kijken. Dit schema zegt mij vrij weinig. Het enige wat dit tegen mij zegt is van, ah ja, we hebben windturbines. Die worden verbonden met het substation en die dingen gaan naar het land. En er zit een bepaalde lengte kabel tussen. Gaan we zo wel een sommetje voor doen. Dat is me gelukkig nog wel gelukt. Goed, daarnaast hebben we ook een DC-station. Nou, je ziet wat voor een gigantisch ding dat is. Want die wordt hier door de T-half wordt die aangelegd. Nou, ik zie hem wel eens liggen in de Maasvlakte. En dan kan je je dus voorstellen dat het een gigantisch ding zo'n transformatorstation is. Dit is Mercure van Duitse bodem. Deze ligt op 60 kilometer vanaf de kust. En dit noemen wij Far Shore. Want wat is er namelijk aan de hand? Als jij op een gegeven moment op een verre afstand van de kust gaat zijn, dan is het eigenlijk economisch interessanter om je energie te transporteren met een direct current verbinding. En dat komt, in direct current heb je ten eerste minder kabel nodig en daarnaast heb je ook minder verliezen in direct current. Dus dan moet je een station gaan gebruiken dat die alternating current van windturbines om gaat zetten naar direct current. Nou, en dat gebeurt dus in Mercure. Daar wordt 33 kilovolt AC die uit de turbines komt omgezet naar 320 kilovolt DC. We hebben hier dus te maken met een veel hoger voltage dan met Lillegrund. We gaan van 130 kilovolt gaan we naar 320 kilovolt en je hebt dus ook minder verliezen. En dit transmissiestation is gebouwd voor 800 megawatt. Laat het even inzinken. 800 megawatt. Gigantisch. Maar wat is natuurlijk aan de hand? Als jij ervoor kiest om je energie van alternating current naar direct current om te zetten, dan moet je dat natuurlijk ook weer doen als je bij het land aankomt. Want we hebben, bij ons in Europa hebben wij natuurlijk alleen maar alternating current. Dus je hebt vervolgens twee transformatorstations nodig om dat dus weer om te zetten. En het moet dus die kosten overwegen. Dus wat is er aan de hand? Je hebt minder verliezen met DC, maar je instapkosten zijn veel hoger, want je hebt twee stations nodig in plaats van één. En dat is even belangrijk. Goed, en hoe ziet dan zo'n connectieschema eruit? Dat is bijvoorbeeld zoals die hier is weergegeven. En je ziet hier dat we twee kabels nodig hebben, want je hebt natuurlijk een pluspol en een minpol, waardoor je je energie wil laten stromen. En bij AC heb je er drie nodig, omdat je drie fasen hebt. Je moet die energie die uit die kabels komt, moet je natuurlijk ook aansluiten aan Nederland of aan iets anders. Aan Engeland of aan Denemarken of aan Noorwegen, wat je wil. Maar daar moet je natuurlijk ook wel contactpunten voor hebben. Je kan het niet gewoon bij iemand aankloppen en zeggen van, yo, ik heb hier een kabeltje, kan ik je even bij jou een stopcontact stuwen? Dat werkt niet. En daardoor zijn er dus verschillende aansluitpunten die worden, waarvan gebruik wordt gemaakt. Hier zijn er een aantal afgebeeld. Op Netschool vind je ze ook voor Engeland. En dan zie je dat wij hier hebben wij vanaf het park bij de Eemshaven
hebben wij een kabel van 980, wat zal het zijn? 980 kilovolt, geloof ik, die naar Amsterdam gaat. En we hebben hier ook nog allemaal andere kabels. En wat we zien is dat dus hoe langer die kabel is, hoe eerder er wordt gekozen voor DC. Dus dit zijn gigantisch lange kabels en hier wordt gekozen voor DC. Terwijl de kortere afstanden, daar wordt gebruik gemaakt van AC. Dan is het gewoon goedkoper op een kortere afstand. Nou, wat krijg je dan als je die twee dingen met elkaar gaat vergelijken? Voor een high voltage AC station heb je dus lage kosten. Je hebt maar één station nodig. Je hebt hoge transmissiekosten omdat je een hogere weerstand hebt. En je hebt ook een maximale transmissielengte. Want door de weerstand in de kabel gaat ook die frequentie in die kabel gaat degraderen. En daardoor kan je dus niet langer dan een bepaalde afstand gaan versturen. Zonder dat je dus weer een transformatorstation nodig hebt. Om dus weer die frequentie in dat systeem weer zuiver te krijgen. Goed. High voltage DC station heb je dus twee transformatiestations nodig. Je hebt lage transmissiekosten en je hebt ongeveer natuurlijk. Je hebt nog steeds wat te maken met kabellengte, maar bij benadering zou het mogelijk kunnen zijn om een oneindige transmissielengte te genereren. Omdat je dus geen problemen hebt met fase hier. Je hebt alleen maar problemen met de weerstand in je kabel. Goed, en wat is er nu uitgerekend? Ongeveer de break-even distance tussen die twee is 100 kilometer. En zo kan je dus heel simpel voor je eigen windmolenpark gaan schatten wat dan wel de verbinding is die je nodig hebt. Oké, ik heb het net gehad over het eerste deel van de kabels. Dat was dus de verbindende kabel tussen de turbine en het transmissiestation. En laten we nu eens gaan kijken naar de verbindende kabel van het transmissiestation tot het land. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een LXPE-kabel. Die is hier weergegeven voor een AC-verbinding en hier weergegeven voor een DC-verbinding. Deze kabels die zijn berekend op 130 kilovolt en de andere op ongeveer 300 kilovolt. Dat is even een schatting. En dat kan je natuurlijk ook weer extrapoleren met die tabel die eerder in deze presentatie naar boven kwam. En hier binnen zijn natuurlijk ook weer verschillende mogelijkheden van oppervlaktes van je koperdraad in die leiding. Nou, de landverbinding heb je dan vervolgens. Goed, landverbinding. Wat hebben we aan land allemaal voor mogelijkheden in Nederland? Je ziet het hier op het plaatje. We hebben een 380 kilovolt aansluiting, 220 voor groen, 150 voor blauw en 110 kilovolt voor zwart. En we moeten natuurlijk ons park aan één zo'n verbinding gaan vastmaken. Nou, en waar maken we het meeste gebruik van? Bijvoorbeeld hier bij de Eemshaven. Dat is een veelgebruikte verbinding. En daar wordt bijvoorbeeld het recent opgeleverde Gemini windpark. Wordt daar aan aangesloten. Maar hier moet je dus ook rekening mee houden. Dus kijk voor je eigen park ook waar wil je hem aan vastmaken. En nogmaals, op Netschool staat dus ook zo'n plaatje. Alleen dan voor het net van Engeland. Oké, laten wij eens zo'n berekening gaan uitvoeren. Want je moet natuurlijk ook zelf kunnen berekenen wat dan precies die verliezen zijn van jouw eigen systeem. Wat hebben we? We nemen aan alsof we bezig zijn met Lillegrund. En maar willen we weten, wat zijn de maximale powerverliezen in ons systeem ten opzichte van onze verbinding? Goed, wat is Lillegrund? Ik heb het even opgezocht. Het zijn 48 turbines van Siemens. De small wind turbine, 2,3 megawatt met 93, even kijken, met een diameter van de rotor van 93 meter. En vervolgens levert dit 110 megawatt in totaal en op 33 kilovolt. Dus dat is wat er maximaal kan worden geproduceerd. En je moet natuurlijk je transmissiestation berekenen op de maximale power output die er mogelijk is. Hoewel dat niet zo heel erg vaak zal optreden. Oké? En daarnaast is die verbinding vanaf het land, even kijken, 10 kilometer. Die heb ik uit dit plaatje gehaald en hij wordt verbonden aan 130 kilovolt landconnectie met de naam Bunkerflow. Ja? Goed zo, laten we daar eens naar gaan kijken wat hier de verliezen zijn.
We nemen aan voor een transmissiestation dat wij per transformator 5% transmissielosses hebben. Dat is een reëel getal. En we hebben voor een AC-verbinding natuurlijk zowel weerstandsverliezen als verliezen in capaciteit. Capacitance verliezen. En daar moeten we dus allebei vanuit gaan. Vervolgens hebben we dus het volgende schema dat wij moeten gaan uitrekenen voor ons park. We beginnen aan de linkerkant met onze 48 turbines van 110 megawatt. En vervolgens gaan wij dat in het AC-station uprampen van 33 kilovolt naar 130 kilovolt. Met 50 hertz en 5% verliezen. We gaan 9 kilometer kabel toepassen om vervolgens bij het land aan te komen. En dan gaan wij van 130 kilovolt naar 380 kilovolt en hebben we weer 50 hertz. Nou zie je dat er hier ook is voor gekozen voor 2 transmissiestations. En dat is gedaan omdat er bij het land alleen maar een verbinding was van 380 kilovolt. En wij ervoor hadden gekozen om een leiding te gebruiken van 130 kilovolt. En waarom hebben we dan ook niet voor 380 kilovolt in de leiding gekozen? Nou, dan heb je natuurlijk een veel groter transmissiestation nodig om dat voltage op te rampen. En blijkbaar was het economisch interessanter om 2 transmissiestations te gebruiken in plaats van 1. Oké, wat hebben we? We hebben aan de ene kant het totale elektrisch gegenereerde power van de turbine. En we hebben te maken met een efficiëntie. Dus de elektriciteit die door de kabels wordt gestopt, die berekenen wij als 0,95 maal die 110 megawatt die er geleverd kan worden. En dan komen we uit op 105 megawatt die door die leidingen geduwd kan worden. Vervolgens willen wij gaan weten wat onze current wordt, als wij dus naar dat andere voltage gaan, omdat wij het natuurlijk te maken hebben met transformator. Dus dan zeggen we, die power die erin komt, die is gelijk aan de voltage times de current van de inflow, is gelijk aan de voltage times de current van de outflow. En vervolgens kunnen we dit gaan berekenen. En dan komen we uit op een inflow in de kabel van, even kijken, 3182 ampère. En wat komt er dan uit? De transformator, daar komt volgens dezelfde benadering 808 ampère uit. Dus doordat het voltage omhoog gaat, gaat de current omlaag. Dat lijkt me niet al te lastig. Nou, vervolgens kunnen wij hiervan de weerstand gaan berekenen en dus ook de verliezen. En daarvoor kijken wij naar de kabel. Dus we hebben een kabel, een voltage van 130 kilovolt. En wij hebben een current door die kabels van 808 ampère. Oh. En dan zien wij dat deze kabel geschikt is. Want we kunnen hier een maximale current doorvoeren van 850 ampère. En we kunnen vervolgens ook aflezen wat al onze verliezen zijn. De kosten van deze kabel die zijn ongeveer 1000 euro per meter. Flink. Goed, oké. We gaan dus met deze kabel aan de slag. En vervolgens hebben we hier afgelezen wat dan precies onze verliezen zijn van die kabel. Oké. Nu gaan we eerst onze weerstandsverliezen berekenen. We hebben onze ohmic losses die uit onze tabel komt. En we hebben onze current. En we kunnen vervolgens onze verliezen berekenen door de losses per meter vermenigvuldigd met onze current in het kwadraat. En dan komen wij over een aantal verliezen in de kabel van ongeveer 80 kilowatt. Valt dus eigenlijk wel mee over 7 kilometer kabel. Maar dat heeft er dus mee te maken dat wij de geschikte doorsnede oppervlakte van onze kabel kiezen. We zien dat als wij een ander voltage gaan gebruiken, dat onze verliezen gigantisch snel omhoog gaat, omdat we natuurlijk hier in het kwadraat werken. En daardoor willen we die current zo laag mogelijk houden. Ja? Dus bij een goede kabelkeus heb je een heel laag verlies. Oké, en daarnaast hebben we natuurlijk bij een AC-AC-verbinding moeten we ook nog gaan kijken wat de capacitieve verliezen zijn. Nou, die vinden wij door middel van deze vergelijking. Ik had hem zelf ook al een jaar of 5 niet meer gezien. Dus ik heb even erbij opgezocht wat dan precies de inputconstanten daarvoor waren. 2π, dat heeft te maken met een rondje. F, dat is de frequentie van het net waar we over werken. Dat zit dus op 50 hertz. We hebben, even kijken, de capacitance van de kabel.
in farad per meter. Die vinden wij uit onze tabel. V is het voltage en tan delta, dat is de dissipatiefactor. En die nemen we gemiddeld als 3 maal 10 tot de min 4. Moet je gewoon van me aannemen. Heb ik ook van die collega van mij gedaan. Goed, en vervolgens krijg je daaruit de dielectric losses in watt per meter. Dit kunnen we gaan invullen. En dan zien we dat de capacitance verliezen in onze kabel 5,3 kilowatt zijn. Heel erg weinig. Sorry? Even totaal. Ja? 589 watt per kilometer. Dus in totaal 5,3 kilowatt. Goed. Daarna kunnen we kijken wat de totale verliezen zijn over onze kabel. We hebben dit wat er uit de transformator komt. Daar trekken wij onze kabels vanaf. En we komen vervolgens, als we bij de landverbinding aankomen, hebben wij nog 113,9 megawatt over. Ik zie dat die 113,9 megawatt fout is. Blijkbaar is er wat misgegaan in de berekening. Want je moet natuurlijk, we gaan over die 105 megawatt rekenen. Dus we moeten vanaf die 105 megawatt uitgaan. En dan trekken we de rest daarvan af. En waar staat die? Hier. Dus dit is 105 megawatt. Dan trekken we die andere waarde eruit. En dan komt hier natuurlijk wat anders uit. Goed, vervolgens hebben we daar dus het resultaat. Ik geloof uit mijn hoofd dat dat 103,9 megawatt was. Want ik heb hem ook al voor een tweede keer berekend. De methode is in ieder geval wel correct. En dan hebben we natuurlijk weer een transmissiestation. Ah, kijk, hier hebben we wel het goede antwoord. 109,9 megawatt houden we het dus over. Nee, dat kan ook niet, want dat is nog steeds over de 105. Even kijken, ja, je hebt gelijk, dat is nog steeds niet correct. Oké, goed zo. Maakt niet uit, methode is correct. En vervolgens hebben we weer een transmissiestation. En dan ga je dus die output, dan ga je weer 5% verliezen overnemen. En vervolgens heb je de hoeveelheid energie waarbij je bij het land aankomt. Oké, dan kan je natuurlijk ook nog de totale efficiëntie van je systeem gaan berekenen, enzovoort, enzovoort. Maar wat er dus voor nu alleen maar belangrijk is, is te kijken wat dus je verliezen zijn over je hele elektriciteitsnet. En dat verschilt dus nog wel eens tussen AC en DC. Goed, wat is er dus aan de hand? We hebben een redelijk vergelijkbare verbinding voor een AC-DC verbinding. Want er zijn natuurlijk twee verschillende voorbeelden mogelijk. Maar ik heb hier alleen de AC-AC-verbinding gedaan. Want de AC-DC-verbinding lijkt er gewoon heel erg op. Want je hebt alleen maar normale weerstandverliezen in een AC-DC-verbinding. En geen dielectrische verliezen. Dus mocht je met een AC-DC-verbinding te maken hebben, omdat je afstand van de kust zover is, dan kun je gewoon deze berekening, die ik zojuist heb laten zien, opnieuw uitvoeren. Alleen dan zonder die verliezen die je hebt voor een AC-AC-verbinding. En dat zijn die dielectrische verliezen. Goed. Dat was het eigenlijk. Pas op, hè. Wat is het huiswerk voor jullie park? We gaan dus nu weer naar een wat hoger abstractieniveau kijken. En ga deze week eens kijken naar hoe ga je dan precies de configuratie van je park indelen. Er staan op Netschool ook nog een aantal plaatjes van windrozen. Ik geloof dat er ook een plaatje staat van wat de gemiddelde windrichting is voor een kaart in de Noordzee. En dat kan je dus gebruiken om je park, de vorm van je park, invulling te geven. Nou, daarna kan jij, als je die positionering van je turbine hebt, gaan kijken naar wat dus de beste verdeling is van het patroon van je kabels. Daarna maak je de keuze of je een AC of een DC verbinding nodig hebt. Nou, dat komt natuurlijk ook in slide 16 tot en met 18 uitgebreid naar voren. En daarna kan je de totale verliezen in je park gaan berekenen. En remember, with great power comes great current squared times resistance. Belangrijk om te onthouden. Goed, dankjewel voor je aandacht. Laten we even wat pauze nemen. Dankjewel.